Toen Christoffel Columbus in 1492 Amerika ontdekte en de poort opende voor scheepvaart tussen de continenten, wist hij nog niet dat niet alleen handelswaar de oceaan zou oversteken, maar ook de zogenoemde neobiota, de nieuwe levensvormen. Bij een zomerstochtje over de Oostzee zien twee schippers de schade aan de houten constructies in de jachthaven. Waardoor wordt die veroorzaakt? De havenmeester legt hen uit dat de schade door een geïntroduceerde mosselsoort, de paalworm, wordt veroorzaakt. Deze en andere uitheemse soorten, ook exoten genoemd, worden meegenomen en verspreid door aangroei op schepen. Deze aangroei op de scheepsromp heet ook wel biofouling. Door biofouling kunnen uitheemse soorten uit alle regio's op aarde worden binnengebracht. De snelle uitbreiding en daardoor het verdringen van inheemse soorten is een probleem. Het begint allemaal met bacteriën die een biofilm laagje op de romp van de boot vormen. Dit slijm is de basis voor verdere aangroei. Al na een paar weken vestigen zich algen, kreeftjes en mosselen op de romp. Bij de juiste omstandigheden ontstaat er vooral een dikke aangroei rond het roer, de schroef en de kiel. De kalkokerworm komt van oorsprong uit Australië en is op deze manier enkele jaren geleden in de Noordzee beland. Hij verspreidde zich daarbij een handje geholpen door de klimaatverandering, massaal in de havens. Een dichte aangroei op het roer kan zelfs het stuurgedrag van de boot beïnvloeden. De schippers laten hun reis nogmaals revue passeren en merken op dat zij af en toe problemen hadden bij het manoeuvreren. Ook moesten ze vaker tanken dan anders. Heeft dat misschien te maken met biofouling? Moeten we dan overwegen om een duiker de boot van onderen schoon te maken? Dat kan absoluut niet, want daardoor verspreiden de exoten zich door de haven en naar andere boten en kunnen zich zo nog verder uitbreiden, merkt de havenmeester op. De schippers twijfelen. Hoe kunnen ze een boot dan wel beschermen tegen biofouling? De havenmeester weet een oplossing. Antifouling coatings met biocidewerking of op basis van siliconen kunnen van pas komen. Maar daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Met verloop van tijd belanden metalen zoals koper en zink of microplastics in het milieu. Deze worden door organismen opgenomen. Dit kan het ecosysteem verstoren. In ieder geval moet de coating goed worden afgestemd op de boot en het eigen gebruiksgedrag. Deskundig advies bij de productkeuze is daarom enorm belangrijk. Indien mogelijk is het verstandig zulke werkzaamheden uit te besteden aan specialisten en nauwkeurig bij te houden wat er is gedaan. Iedereen die zijn boot maar voor korte tijd in het water laat of alleen op rivieren, meren en kanalen vaart, heeft geen antifouling coating nodig. Lange lichttijden in zout water zijn daarentegen een wezenlijke factor voor meer aangroei. Bij het onderhoud van de boot horen korte reinigingsintervallen. Het is belangrijk om de verwijderde aangroei op te vangen en zorgvuldig op te ruimen. De lokale omstandigheden voor het ontstaan van aangroei verschillen. Het speelt bijvoorbeeld een rol of er sprake is van zout of zoet water en of de ligplaats in de zon ligt of juist niet. Op een aangroeikaart zijn de randvoorwaarden voor de vorming van aangroei in de eigen jachthaven te vinden. Hoe worden de omstandigheden voor de vorming van aangroei dan in kaart gebracht? Er worden telkens 3 PVC-platen aan een kabel vastgemaakt en op verschillende dieptes geplaatst, bijvoorbeeld aan een ponton, voor een periode van een seizoen. Door regelmatige observaties is de mate van aangroei door biofouling ter plaatse te bepalen. Wat is er dan aan te doen? Booteigenaren letten, in havens waar dit van toepassing is, op de juiste antifoulingcoating of op een regelmatige tussentijdse schoonmaak van de romp. De jachthavens hebben een verantwoordelijk persoon aangewezen voor biofouling en bieden de booteigenaren een passende schoonmaaktechniek aan. Want wij willen allemaal ons water beschermen. En samen lukt ons dat ook.